Het verfbedrijf Farrasio Suriname draagt de volgende week een nieuw buurthuis over aan Stichting Wintiwaai en Omgeving, afgekort Stiwewa. De nieuwsdienst sprak marketing officer van Farrasio, Feanine Abrahams, over de afronding van de bouwwerkzaamheden te Wintiwaai. De bouw van het buurthuis is onderdeel van het project Colorful Communities, waarbij het bedrijf teruggeeft aan de samenleving. Ja, we staan dus voor het nieuwe PPG Stiwewa Buurtcentrum. Stiwewa is een vereniging dat al langer dan 40 jaar hele goede dingen doet voor de omgeving Wintiwaai. Ze doen huiswerkbegeleiding, alle educatieve programma's, maar ook leuke dingen zoals dansen, talenten, ja, noem het maar op. Maar ze hadden hiervoor niet hun eigen gebouw. Ze deden het continu allerlei scholen en lokalen van scholen. Dus hun wens was hun eigen gebouw te hebben. En wij kennen Stiwewa, doen al langer ook werken al samen met Stiwewa. Dus toen hebben we gedacht van misschien kunnen we via Colorful Communities het geld doneren om een gebouw hier neer te zetten. En dat is gelukt. Colorful Communities is het project dat dit dus heeft geholpen om het gebouw hier neer te zetten. En het project is pas een Colorful Community als ook wij zelf van Farrasio, vrijwilligers van Farrasio, hier komen om ook te schilderen. En dat is dus wat vandaag gaande is. Abraham zegt dat met de schilderbeurt er ook is gewerkt aan het opfleuren van de buurt. Het gebouw heeft $50.000 gekost. De officiële oplevering van het buurthuis is op 16 september. Abraham stelt dat er een activiteit aan de opening wordt gekoppeld. De COVID-regels, we zullen wel een paar aanwezig hebben natuurlijk. En het is een kleine get-together om toch het lintje door te knippen en ja, het officieel te openen. Abraham zegt dat er een grote behoefte was bij de buurtbewoners en de buurtorganisatie voor een eigen gebouw om activiteiten te organiseren. De opzet van het gebouw heeft ongeveer 3 maanden gekost.